Hij is niet te benijden, Arno Arts, de nieuwe trainer van Achilles 29. Moet die ploeg behoeden voor degradatie naar de derde divisie. Maar er liep bijna een heel elftal weg. En met 0 uit 7 in de tweede periode zijn de cijfers nou ook niet je dat. Het gelukje misschien, Jong Sparta won dit seizoen pas 1 uitwedstrijd. Maar komt hier wel al na 6 minuten op voorsprong. Dervi Sogbu maakt hem. De assist is van Bukari. Jong Sparta op 0-1 in Groesbeek. Dit is opnieuw Bukari. Nauwelijks een minuut later, Dervi Sogbu weg bij de defensie van Achilles. En ook de doelman gepasseerd. Rooyendijk is kansloos. Jong Sparta op 0-2. En zo gaat het wel heel makkelijk voor de Rotterdamse belofte. Achilles probeert wat terug te doen. Krijgt de kans via Velomina. Een fenomenale kans, mag je wel zeggen. Voor een van de weinigen die Achilles trouw bleef. En vlak na die misser is het dan 0-3. De rake kopbal is van Fonseca na een assist van, jawel, Bukari. Van deze Bukari. 3 assists en dan de vierde maakt hij maar eens een keer zelf. Een vrije schop van een meter of 25. 0-4 voor Jong Sparta. Strikker om een inpakker zou je zeggen. Maar ja, het blijft voetbal. De bal blijft rond. Dit is Hens, zo oordeelt scheidsrechter Tom Winkel. En dus een strafschop. En die strafschop die wordt feilloos benut door Niels Willems. En ja, dan heeft Achilles natuurlijk nog 35 minuten om een wonder voor elkaar te boksen. Dit is opnieuw Schiks. Dat is een echte frommelspits. Die frommelt, frommelt en frommelt. En dan is het Jankovic, de invaller, die er 11 minuten voor tijd zowaar 2-4 van maakte. Dan heeft Achilles haast, want ze hebben nog 12 minuten om het echte wonder te voltrekken. Maar die tijd is te kort. Het blijft 2-4. Achilles blijft stijf onderaan en Jong Sparta loopt weg bij de degradatieplaatsen. In de 80e minuut brengt Achilles de stand terug tot 2-4.